Om een jaar rond te kunnen voldoen aan de behoeften van onze klant was het voor Microfloor noodzakelijk om te voorzien in extra assimilatiebelichting. Uit testen was namelijk gebleken dat we met extra verlichting de plantkwaliteit konden verbeteren, als ook de stuwbaarheid van onze planting konden verbeteren. Bij plantkwaliteit verbeteren zagen we voornamelijk een positief effect op de wortelkwaliteit. De wortelkwaliteit, zowel het wortelvolume als de kwaliteit van de wortelpunten zelf. Daarnaast is het voor mij als kweker ook interessant, dankzij de extra verlichting, om beter het proces te kunnen sturen. Dat heeft mij nieuwe inzichten gebracht en ook nieuwe vragen. Maar ik denk met de nieuwe vragen dat we zeker in de komende maanden en jaren nog extra stappen kunnen zetten. Microfloor heeft gekozen om voor LED-verlichting te kiezen in plaats van Sonté. Dat is binnen Van Opties misschien nog niet altijd zo vanzelfsprekend, maar de beduidend hogere lichtefficiënties hebben ons toch ertoe bewogen om voor LED te kiezen. Telen onder LED vraagt toch wel wat aanpassing aan het klimaat in vergelijking met onder Sonté. Dat is niet zonder risico. Maar dat is wel een van de redenen waarom dat we daar ook al wat tijd over hebben gedaan om deze testen uit te voeren. Het is een vrij grote investering, maar als je het klimaat ook goed kan aanpassen, is het zeker vast rond te rekenen. Op vandaag kan ik zeggen dat ik het niet meer kan missen.